En we staan bij de oudste carnavalgroep van Halle, de Boerkes. En jullie mogen fier zijn op wat jullie gemaakt hebben, denk ik, hè? Ja, we hebben gewerkt voor het plezier. Het is niet, we doen niet mee voor te winnen. We zullen wel zien waar we aan uitkomen. Maar toch, mooie constructie. Leg eens uit wat het is geworden. Ja, dus we zijn eigenlijk begonnen met als thema Dracula. Maar we hebben dat dan aangepast met Gebeten de Carnaval. En ja, er staan vleermuizen op, weerwolven, Dracula, zijn vrouw dan ook. En ja, het tweede stuk is een kasteel. En de trekker is, moet een rots voorstellen. En het kostuum, wat mag daar al van geweten worden? Wel, het kostuum is eigenlijk hetzelfde als de modellen. Dus ja, we zijn ook in Dracula. En de vrouwen, ja, ook het kostuum komt ook dik in orde. Dat is trouwens al af. Maar jullie denken ook een beetje aan beweging, dacht ik, hè? Want gaat dat hier niet op en neer? Ja, dus we hebben van het jaar een stuk. Dus vorig jaar ging het in de breedte open en van het jaar gaat het omhoog. Dus we vertrekken van 5 meter en het gaat tot 7 meter. Dus het zal in orde zijn. Ja, dat gaat wel heel hoog, hè? Hopelijk op tijd naar beneden. Ja, daarmee gaan we moeten een beetje oppassen. En we zitten vrij van voor in de stoet, dus als er bomen in de weg staan, zullen ze wel gesnoeid zijn. Ja, jullie zijn het proefkonijn. Ja. En hoe hebben jullie het afgelopen jaar beleefd? Want het was een beetje emotioneel op allerlei vlakken, denk ik, hè? Ja, het is druk geweest met Funball, dan het overlijden van Kurt. Dus ja, het is moeilijk geweest, maar het gaat afgeraken. En hoe slaan jullie je daardoor als groep eigenlijk? Als groep, ja. Je groep moet aan een hangen voor daardoor te geraken. Het is niet gemakkelijk geweest. Ja. Maar je zegt, de groep hangt goed aan elkaar en op die manier is dat makkelijk om te doen. Ja, makkelijk. Ja. Maar de groep hangt aan elkaar. We vinden steun bij elkaar en het is in orde gekomen. Ja. Want sommige mensen zouden zeggen van ja, in zo'n moeilijke omstandigheden, om je dan met carnaval bezig te houden, is niet zo simpel. Nee, we hebben ook toch een week of drie dat niemand echt goesting had voor te komen scharen. Dus ja, nu dragen we daarvan de gevolgen. Het is doorwerken nu. Ja. Maar je kan het zien als een soort van eerbetoon. Ja, tuurlijk. Ja. Hij zou er fier op zijn. Ja, zeker en vast, want wat we nu al zien is de moeite. En wat verwacht je van het carnavalweekend? Wanneer is het voor jou geslaagd? Het is altijd geslaagd. Als de sjaar af is en er zijn geen problemen, is carnaval sowieso geslaagd.